Ik merk het bij mezelf en in mijn vriendenkring, maar natuurlijk ook bij alle cursisten en zo. Maar vooral ook in mijn directe omgeving, dat we allemaal de laatste tijd meer behoefte hebben aan een dieper gesprek. Een waardevoller, dieper gesprek, want het gaat allemaal zo vlug. En iedereen wil een snelle oplossing en heel veel. En er is zoveel informatie, dat hoeven we niet op terug te keren. Er is zoveel. Maar iedereen begint diepgang te missen. Waar gaat het eigenlijk over? Ja? Dus al die, heel die digitale wereld en al die informatie enzovoort. Maar met wie en wanneer heb je nog eens tijd om je te verdiepen in iets? Ja? Mensen lezen allemaal graag heel korte dingetjes, heel snel en zoveel mogelijk. Maar eigenlijk, waar gaat dat naartoe hier? Het blijft allemaal hier in dat hoofd, heel druk, 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 druk. Maar het integreert niet. Je realiseert er ook niets mee. Het is gewoon nog meer en je leven wordt nog drukker en nog grotere puinhoop. Dus vandaar dat ik nu al een tijd bezig ben met Roland's Focus Café, dat is dus online. En daar nemen we tijd gewoon om een onderwerp in de groep of iemand die een vraag stelt. En ik kijk vooral op een actueel groter beeld. Want we zijn intussen 2023. We gaan niet meer formules gebruiken van 20 jaar geleden, maar op een actuele, frisse manier kijken, heel diep gaan hoe. Kun je je realiteit aanpakken? Want het gaat allemaal zo snel. En even stilstaan en dieper kijken. Zodanig dat je veel beter weet waarover het eigenlijk gaat. En hoe het met jou is. En een nieuw beeld vormen van je directe omgeving: kinderen, partner, job, carrière, familie, vrienden. De wereld anders leren bekijken vanuit een heel actueel, fris standpunt vanuit de natuur van de realiteit. Goed, dus zaterdag voormiddag online, zaterdag 22 april van 9:30 tot 12:30. Dus volgende week zaterdag voormiddag online, 22 april van 9:30 tot 12:30. Tot dan, een gezellig praatcafé online.